Yo, daar ben ik weer met een gloednieuwe Minecraft video. Wat leuk dat jullie kijken. Hey jongens, ik moet het even met jullie over iets hebben. Ik heb namelijk gezien dat meer dan de helft van jullie niet geabonneerd is. En dit praatje heb ik altijd, maar blijkbaar werkt het praatje wel. Want mijn abonnees stijgen best wel veel op mijn andere kanaal. Dus ik doe het ook op dit kanaal. Ben je nog niet geabonneerd? En ik weet dat dus de helft van jullie die nu kijken niet geabonneerd zijn. Doe het nu! Ja! Oké! Okay, dankjewel! Zo, top. Dat zit er ook weer op. En nu gaan we Minecraft spelen. Ja, het werkt oprecht heel goed hoor. Op mijn andere kanaal heb ik in één keer een groei van 200-300% in abonnees. Het is echt bizar hoeveel mensen erbij komen. Dus ik ga het ook gewoon lekker op dit kanaal doen. Het werkt gewoon, ja, hartstikke mooi. Oké, ik pak even wat bouwblokken hier uit. Gewoon even heel simpel. Andesite of zo. Want ik heb dit nog steeds niet weggehaald wat hier zit. Het zit hier echt al weken of zo. Ik weet niet wie dit gedaan heeft, maar mensen kunnen natuurlijk niet in mijn gebied bouwen. Maar natuurlijk wel zo'n automatisch piston systeem met slimes kunnen ze wel maken en hier naartoe sturen. En geniaal bedacht. Ik kan het wel waarderen, zo'n grapje. En wat ik helemaal kan waarderen, zijn die slimeblocks. Haha, dankjewel. Dat is mega duur namelijk, al die slimeblocks. En nu zijn die van mij natuurlijk. Ja, ja. Maar hier zit wel een kistje en even kijken wat hierin zit. Voor Harm, belangrijk. Ja, dit zit hier dus echt al weken. Oké, ik ben benieuwd. Hoi Harm, ik heb een idee voor je video. Het is gewoon een video daar. Oké. En je hebt getrade met Team Blauw, maar je bent niet de eerste. Ik was je voor. Ik heb ooit een trade machine met Team Blauw gemaakt, maar die is verwijderd door Staf, omdat het van jou niet mocht, zeiden ze. Misschien is het een leuk idee als we bij elke vrijdag... Ik heet trouwens Vint van de Wiel. Ban me please niet. Oké, die gaan we even bannen zometeen. Wat is een trade machine? Ik heb geen flauw idee wat dat is. Oké, nou top. Dankjewel voor je boek. Hij heeft dus een soort van trade machine al gemaakt met Team Blauw, zeg maar. En dat is toen verwijderd, want dat mocht niet. Is ook best wel logisch, want... Oh, eigenlijk willen we... Nee, daar gaat een stikje... Oh, hij ligt op de randje. Die moet ik hebben, jongens. Die moet ik hebben. Die piston moet ik hebben. Oké, hier komen. Yes, dankjewel. Ik snap wel dat die verwijderd is door Staf. Want dat soort dingen willen we eigenlijk nog niet echt hebben. Kijk, ik heb dat gedaan puur voor de video. En dat was superleuk ook voor de video om te doen. Maar we willen misschien in de toekomst wel echt trade events gaan opzetten. Kijk, en als het altijd kan. Als je altijd 24/7 met Blauw kan traden. Op een gegeven moment is het ook niet leuk meer. Dus we willen het wel een beetje exclusief houden. We zijn trouwens echt druk bezig met het ontwikkelen van de server. Want een paar weken geleden zei ik dat er absoluut nog geen 1.16 zou komen. Nou, dat ga ik nu niet meer zeggen, want de kans zit er best wel in dat we gaan overstappen naar 1.16. Kijk, natuurlijk kan je in je singleplayer wereldje in één keer een 1.16 spelen, maar in een server is dat best wel lastig. En ik ga jullie daar niet mee boeien. Dat is echt allemaal saai om dat allemaal uit te leggen. Maar kortom, het is best wel lastig om het voor een server op te zetten. Maar we zijn er druk mee bezig en we hopen echt dat we naar 1.16 kunnen. Oh, nee, wat doe ik nou? Wat doe ik nou? Nee! Oh, nee! Nee, ik plaats er per ongeluk water. En hoe kom ik ook aan deze waterbucket? Nee! Oké, dat moet ik even fixen. Waarom gaat het water niet weg? Hup, ga weg. Jongen, jongen. Oh nee, allemaal obsidian daar. Nee. Wat, er zit ook een vis in? Oh, ik had een waterbucket met een vis waarschijnlijk bij me. Oké. Hey, top. Kijk, die vis gaat nu dood in 3, 2, 1. En daar gaat hij hoor. Doei visje. En hij is dood. Oké, later. Oké, die moet ik gauw even weghalen. Hup, weg ermee. Ah, hij heeft nog zo'n minecart. Zit daar ook iets in dan? We gaan even koekeloeren. Even kijken. Hier zit niks in. Oké, misschien is die nodig geweest voor de constructie of zo. I don't know. Oké, dit halen we allemaal even weg. En dit allemaal even. Oké, de laatste slijmbloks nog even. En that's it. Kom op. Hup, hak nou. Nou, deze blokjes nog even weghalen. En dan is dit lelijke gedeelte eindelijk weg. Het zat hier echt al weken. Oké, gauw al die slijmbloks oppakken. Want die wil ik heel graag houden. 24 maar lief, jongens. 24. Voor één berichtje. Voor één zo'n boek. Ja, ik vind het prima. Dankjewel ervoor. Oké, ik pak nu even wat cobblestone slabs. Even checken hoeveel ik er heb. Niet meer. Oké. Want ik wil nog even wat extra plots gaan maken waar mensen met een rank op mogen bouwen. Ik heb dat natuurlijk al twee keer gedaan. En het lijkt me leuk om dit wat meer te gaan doen. Dus ik ga nog even wat van die plots uittellen. Het is wel geinig om dat even te doen. We kunnen hier wel een soort van klein dorpje van maken voor mensen met een rank. Die hier dan hun eigen gebouw kunnen maken. Oké, 16 blokken moet het zijn. Dus 1, 2, 3, 4, 16 blokken maar liefst. Ja, wat ik natuurlijk ook zou kunnen doen is een soort van dubbele plot. Dus niet één plot. Want anders krijgen we alleen maar van dit soort kleine huisjes. En ik denk dat het ook wel een keer leuk is om één heel groot gebouw erbij te hebben. Dus weet je wat? Dat ga ik hier even doen. Ik maak hier gewoon een dubbele plot. En daar zou ik dan bijvoorbeeld alleen een knaap kunnen laten bouwen of een makker. En ik zie nu toevallig dat er twee knapen online zijn. Dus dat zou ik kunnen doen. Dat is wel een mogelijkheid. Hier nog even dicht maken. Dan wordt dit dus één plot. Dus dat is echt mega groot. Ik zet dit alvast mooi af. Oké, hartstikke mooi. Kijk, dan maak je gelijk nog een plotje even naast. Waar ook weer een andere kijker kan bouwen. Zo, ik ga gewoon dit gedeelte van mijn skybase daarvoor gebruiken. Ik zou hiervan natuurlijk ook precies de helft kunnen pakken. Wacht, is dit precies in een helft op te delen? Ja, dat kan wel, maar dan moet ik hem gewoon
gewoon twee breed maken zo. Dan worden dat echt mega kleine plots. Maar dat kan wel iets leuks uitkomen. Nou, ik heb lekker wat plots erbij gemaakt. Hier een hele grote plot dus. Hier twee hele kleintjes. Dat zouden twee maten bijvoorbeeld kunnen bouwen, hè. En deze twee plots waren volgens mij van gozers. Dus dat is natuurlijk de rank ertussen. Maat is de laagste rank. Dan heb je dus gozer, dan knaap en dan makker. Nou, top. Dan is dit gedeelte in ieder geval opgevuld door mensen in de server. Hoef ik het lekker zelf niet te bouwen. Ik wilde vandaag sowieso weer bezig gaan met mijn skybase. Want het is allemaal nog een beetje kaal. En ik zat na te denken, wat is nou cool om met dit kasteel te doen? En toen dacht ik er gelijk over na om dit een soort van verlaten te gaan maken. Door allemaal fijns hier aan op te hangen, zodat het een beetje verlaten eruit ziet. En dan kan ik je ook heel chill jungleboom omheen gaan zetten, zodat ik ook hier een mooie opvulling heb. Dus dat gaan we vandaag even doen. Ik heb volgens mij geen jungle saplings, maar ik weet wel precies waar een jungle zit. Dus daar gaan we even naartoe. Oké, misschien moet ik ook even wat shears meenemen. Ik denk wel dat het handig is. Wil ik daar allemaal spullen vandaan halen. Zoals bijvoorbeeld leaves en zo. Die kan ik ook goed gebruiken. En ik ga nu even een keer een paard meenemen. Want dat doe ik echt nooit. Ik ga nooit met een paard op pad. Gaan we nu wel even lekker doen. Dus deze pak ik mooi even. Springen we hier even mooi overheen. En dan moet ik even naar de ingang natuurlijk. Ja, ik weet niet precies waar die jungle zit. Maar ongeveer wel een beetje. En ik weet dat ik hier langs moet. En zo kom ik langzaam bij de muren. Vanaf de muur kan ik wel heel makkelijk naar de jungle toe lopen. Ik weet dus niet of een paard sneller gaat als je control indrukt. Kijk, het ziet er wel sneller uit omdat mijn FO4 wat breder wordt. Maar volgens mij gaat dit totaal dus niet sneller. Het lijkt alleen maar zo. Oh, hier moet ik even oppassen. Hier moet ik even oppassen. Eigenlijk moet ik hier even heel ver het water in springen. Oh, oké, dat deed een pijn. Woep, sorry. Sorry. Oké, ga weg hier. Oh, joh, hier zat nog een skeleton horse. What? Dat is echt heel toevallig. Ja, die hoef ik op zich niet. We hebben er al twee. Maar dat is wel pittig toevallig. Nou, dan is hier blijkbaar een thunderstrike opgekomen. Oh, ik kan mooi even heen springen. Yes, perfect. Kijk, ik vind het water wel heel erg irritant wilde met mijn paard. Ik heb namelijk ook geen boot bij me. En ik heb ook allemaal geen lead meegenomen. Dat is echt super dom. Oké, ik ga al mooi richting de muur. We gaan best wel lekker. Zo, check ook wat voor beest hier zit dan. What? Echt een ziek huis hier gebouwd. Dikke muur eromheen. En een grote toren daar. Geen idee wie hier woont trouwens. Kijk, ik doe trouwens even wat licht in mijn andere hand. Zodat ik even wat meer net kan zien. Het is hier pikken donker nou. Ik zie helemaal niks, man. En ik zit vast in een boom. Oké, ik zit vast. Oh. Hey, een ezel. Ezel. Doei, ezel. Dat is wel zielig, dat had ik niet moeten doen. Oh, een bij zit hier en creepers. Oké, nu moet ik echt oppassen. Oké, ik ga de terugweg denk ik niet weer door dit bos. Want dit bos is echt mega irritant. Ik zit echt zo vaak vast en ik moet er steeds omheen lopen. Maar we komen er wel langzamerhand. Oké, mijn paard is nu al twee keer beschoten door een skeleton. Jongens, hij gaat gewoon bijna dood, joh. Ik moet wel echt even op gaan passen nu. Oké, yes, ik ben eindelijk bij de muur. Nou, top. Nu moet ik nog een heel stuk hier naar links. Want ik ben ook precies in het midden. Oké, ik ben echt bang dat mijn paard dit niet gaat overleven. Ik viel net van die berg daar. Dus ik heb nog anderhalf hartje. Hoe hiel je zo'n beest ook alweer? Dat kan niet zo, toch? Nee, dat kan sowieso niet met vlees. Dan moet je met die hay bales. Ja, die heb ik niet bij me, jongen. Koekoek. Oh, nee. Wacht, ik moet trouwens wel een beetje bij de poort blijven, want ik weet vanaf daar wel ongeveer waar de jungle forest is. Zo, wat springt dit paard trouwens ver, joh. Kijk dit. Kijk, hij springt echt pittig ver, joh. Hoppakee. Hoppakee. Oh, wat een vreselijk lange reis is dit. Dit is echt niet normaal, joh. Hoe ver moet ik nog, man? En dat alleen voor wat jungles saplings. Moet je nagaan, joh. Moet je nagaan. Oké, hier is de andere poortingang. Want er zijn natuurlijk drie poortingangen. Dus ik ben nu denk ik een kwart van naar links, zeg maar. Dat is een beetje lastig uit te leggen. Maar ik moet denk ik nog best wel een stuk. Nou, we gaan het zien. Hey, wacht eens even. Hier zijn heybills. Want ik zie er een kampvuurtje op. Oh, en hierachter is de jungle ook. Oké, top. Ik zou mijn paard hier kunnen laten staan. Want volgens mij hield hij nu gewoon, toch? Als hij hier staat. Ik weet het niet zeker, hoor. Geen idee. Oké, laat hem even zo staan. Misschien gaat hij nu eten. I don't know. Hij mag er niet opspringen. Dan gaat hij natuurlijk dood. Ik houd even in de gaten, hoor. Even kijken wat hij doet. Nou, hij is nog niet geheeld. Wat als ik heel stiekem even zo'n ding eronder uitpak? Ik plaats hem zo wel weer terug. Maar deze plaats ik nu. Volgens mij moet hij echt aan een lead zitten, heb ik het idee, hoor. Even kijken, hoor. Oh ja, hij hield wel een klein beetje. Ik weet niet of dat komt door die haybill hier. Geen flauw idee. Ik laat hem hier gewoon even lekker staan. En ondertussen ga ik lekker de jungle in. Pak vast even wat shears erbij. En daar gaan we dan, hoor. Eerst even lekker wat van dit. Hoppakee. Nou, wat leuk. Ja, laten we even van dit soort boompjes omhakken. Want ik ga niet die hele hoge bomen omhakken. Omdat dat veel te lang duurt. En ik kom hier niet voor het hout. Ik kom hier puur voor de saplings. Oh, en natuurlijk deze dingetjes hier. Daar wil ik ook wel lekker wat van hebben. Ja, dit zijn echt hele nare bomen dit trouwens. Want hiernaast zit ook een dikke boom. Dus volgens mij breekt het hier niet eens af. Maar volgens mij hier nu wel. Dus ik denk dat hier elk moment wel een sapling. Oh ja, kijk, daar knapt er weer een. Kijk hier ook, jongens. Hier hangen gewoon bomen die mensen niet helemaal hebben gehakt. Ik kan dat zo slecht tegen. Oké, weet je wat? Ik klim hier omhoog en ik ga het afmaken, ja? Ik ga het afmaken. Oh, nu moet ik even goed opletten. Eerst even erop klimmen, denk ik.
Nee, oh, hun flikkert dat hele ding naar beneden. Oh, dit meen je toch niet. Zo, even goed erop klimmen. Yes, oké. Okay. En daar gaan we dan. 1 en 2. Nou, hoe moeilijk is het? Zo moeilijk is het niet. Hier exact hetzelfde. Kom op. Geef me nou even zo'n sapling. Ja, oh, ik heb er één. Eentje, ja, eentje nog maar. Oké, okay, dat is niet genoeg. Ik heb er sowieso meer nodig natuurlijk. Oké, okay, hier hangen ook nog flink wat junglebladeren met een beetje hout. Dus dat kan ik wel heel mooi even weghakken. Dan maak ik en de natuur weer hartstikke mooi. En krijg ik natuurlijk waarvoor ik kom. En dat zijn saplings. Yes, oh, ze breken al gelijk af. Zit hier nog iets? Het zal me niks verbazen dat hier ook nog wat zit. Oh, nee, alles breekt al af. Je hoort het ook gewoon. Dat zijn steeds die vines die afbreken. Oh, is het ook nog mooi eentje? Die kan ik ook gelijk meenemen. Kijk eens even aan en dan spring ik je even doorheen. Hoppakee. Nou, kom maar door hoor. Kom maar door. Hé, hey, mijn lumberjack is nu level 3. Oké, okay, cool. Nice. Nu kan ik dat eindelijk gaan claimen. Lumberjack, lumberjack. Hier, level 3. Hoppakee. En ik ben nu level 25. Yes. Dat schiet al aardig op. Hartstikke mooi. Oh, ik heb nu trouwens ook cocoa beans. Nice. Je zat op zo'n boom hier. Kom op, wat is dit nou? Ik heb nog maar één zo'n sapling, dude. Dit duurt zo lang. Oh, ja, yes, hier zitten er 2. Nice. Ik kan eindelijk 1 grote boom maken. Tjonge, jonge, jonge. Ja, hopelijk liggen hier ook nog een paar. Ik denk het eigenlijk niet. Weet je wat? Ik koop die andere saplings wel van andere mensen. Want dit gaat echt bizar traag. Ik dacht wel dat het wat sneller zou gaan. Wat ik natuurlijk ook zou kunnen doen is met boommeel steeds 1 boom laten groeien. Dan kost het maar 1 sapling. En dan krijg ik best veel leaves daarvoor terug. Waardoor ik denk ook wel veel jungle saplings kan krijgen. Dus ik denk dat dat ook wel een goede is. Hoe gaat het met mijn paard? Ja, die ziet er nog steeds niet echt goed uit. Ik zit nu echt te twijfelen of ik wel naar huis wil lopen. Want het is zo'n bizarre lang stuk. En ik kan ook gewoon slash home doen. Maar dan ben ik mijn paard volgens mij wel kwijt. Ik kan het even proberen. Ja, als ik het probeer, dan kan ik niet meer terug, hè? Wil ik het risico lopen? Oké, ik doe het gewoon. Ah, en ik ben... Nee, oké. Nou, dat paard ben ik kwijt. Heel erg jammer. Yes, dat is niet leuk. Oké, dus ja... Pittig, jammer dit. Nou, ik pak gelijk wat boommeel erbij en dan gaan we dat even proberen. Ik hoop dat dat een beetje werkt. Zo, nou, dit is het eerste boompje die we hier hebben staan. Nou, dat kostte mij natuurlijk 1 sapling. En we gaan gelijk nog even eentje plaatsen. Die gaan we ook laten groeien. Kom maar met een boompje. Oh, ja, leuk hoor. Nou, top. Ik hoop echt dat ik hier meer uit krijg, anders ben ik pittig boos. Oké, we laten ze allemaal gewoon even lekker groeien. Oh ja hoor, ik heb de eerste alweer terug. Kijk joh, wat een investering is dit. Ja hoor, deze strategie werkt wel zo te zien. Ik heb alweer 3 terug van de 4. En kijk hoeveel leaves hier nog hangen. Dus dit werkt natuurlijk wel. Tuurlijk werkt dit altijd. Het is nu ook niet alsof ik vuur heb uitgevonden. Hallo, iedereen weet natuurlijk als je een boom plaatst dat je meer saplings terugkrijgt. Maar ja goed, het werkt in ieder geval beter dan daar wat dom rondlopen. Nou, ik zeg je eerlijk, dit verbaast me wel hoor. Ik heb nu alles weer geplaatst en ja, tuurlijk, er hangen nog vet veel leaves, maar ik heb ineens niks meer. Oh, hier zit toevallig eentje. Maar alles is ineens weer op. Ik had nu al verwacht dat ik iets van 20 zou hebben, maar nee, niet dus. Dat is wel een beetje jammer dit. Ik denk dat ik hier net 4 uit krijg of zo. Sjong! Jongen, jongen. Kijk hoeveel hout ik inmiddels al heb gehakt, joh. Dit is echt insane. Ik zit alweer bijna op 3 stacks aan jungle hout. Zo, al het jungle hout gooi ik hier gelijk even in. Oh, zo. Oh, gelukkig. Ik vind het nu alweer aardig wat. Ik zit nu op 7. Nou, top, jongens. Ik heb het verdubbeld. Ik ben nu al even met een kijker aan het onderhandelen over jungle saplings. 2 diamonds per hoeveel? Wat? Ik ga toch geen 2 diamonds per jungle sapling betalen? Dat is wel echt insane. Oh, hij vraagt 2 diamonds voor 14 saplings. Ja, dat wil ik op zich wel doen. Ik zou net zeggen, 2 diamonds per sapling is wel een beetje heftig. Dus weet je wat? Ik TP gelijk naar hem toe. Yo, what's up, dude? Ik geef jou gelijk de 2 diamonds. Die kan hij vast maar wel goed gebruiken, aangezien hij nog iron heeft. Alsjeblieft, alsjeblieft. En dankjewel. Oké. Okay. Nou, we hebben het nu te pakken. Hartstikke mooi. Kijken of hier nog toevallig wat ligt ergens. I don't know. Oké, okay, we gaan nu gelijk naar boven. Oh, wacht. Ik heb helemaal geen boommeel meer. Misschien dat hier nog wat boommeel in zit. I don't know. Nou, oké. Okay, we moeten even naar beneden. Boommeel, boommeel en boommeel. Oké, okay, dat is wel even genoeg, denk ik. Zo, we gaan gelijk weer even omhoog. Yo, die lift is zo handig en zo chill dat ik die lift heb. Hoppakee, hè, we zijn weer boven. Ja, ik denk dat ik gewoon een beetje willekeurig hier wat bomen ga plaatsen. Dit kasteel wil ik een beetje beschut houden. Dus wat ik even ga doen, hier even 4. Zo, oh, die groeit echt gelijk. Oké, okay, mooie boom ook. Top, top. En dan kan ik, nou, niet voor de poort natuurlijk. Is een beetje weird. Ook niet hierbij, dus ook niet echt handig. Even kijken. Hier kan er misschien wel eentje komen. Zo, oké. Okay. Let it grow. Yes. Hier kan ik er misschien ook wel eentje laten groeien net naast de poort. Dat kan nog wel, denk ik. Zo. Oké, okay. Oh, die is mooi hoog, super chill. Hier doe ik exact hetzelfde, even kijken hoor. Let it grow. Oh,
Oeh, ja, nice. Die steekt echt perfect en mooi overheen. Dat is echt super chill. Ja, dit ziet er al goed uit. Hier ben ik blij mee. Ja, ik kan er nog 1 of 2 plaatsen. Ik kan natuurlijk ook wat kleine boompjes tussendoor doen. En ik denk dat ik dat er wel bij wil. Ik denk dat dat wel cool is. Hier komt bijvoorbeeld wel een kleintje even komen. Die ziet er ook chill uit. En weet ik veel, hier nog eentje of zo. Even iets dichterbij. Hoppa, kijk eens aan. Zo, en dan plaats ik hier nog even 2, denk ik. Oh, ja, nice. Oké, en de laatste, die komt gewoon hier. Lekker boeien. Hoppakee, nice. Oh, dat zijn allemaal wel kleine boompjes. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ja, ik heb ook nog vet veel van die leaves. Of ja, vet veel, dat valt eigenlijk ook nog wel mee. Wil ik die een beetje hierbij plaatsen? Ik weet niet of dat vet is. Ik denk wel dat dat cool is. Dus laten we dit gewoon even zo doen. Ja, ik heb helaas hier niet super veel voor. Dus ik kan hem wel echt bij een paar boompjes doen. Dat is wel een beetje jammer. Ja, voor de rest kan ik sowieso dit mooi opvullen om die bomen heen met wat mooi boommeel. Zo, even allemaal gras eromheen. Hier nog wat omheen. Let's go. Zo, let's go, dude. Nou, dit maakt het allemaal iets meer levendig. Dus dat is sowieso chill. Ik weet niet, ik vind het hoge gras nooit zo mooi eigenlijk. Ik vind dat lage gras is prima, maar dat hoge is een beetje... overwoekert het een beetje. Sowieso heel erg om die bomen heen. Dat is sowieso mooi dat er veel gras om de bomen heen staat. Zo, ik plaats nu een beetje willekeurig overal wat tussen. Nice. Nou, dit ziet er goed uit. Ik ga denk ik nog wat van die hoge dingen weghalen. Bij de ingang wil ik sowieso niet superveel. Hier ook wat weg. Niet te veel. Hier zit ook behoorlijk veel hoog gras. Weg ermee. Zo, very nice. Kijk, cool. Dan heb ik natuurlijk ook nog wat fijns over. Die wil ik ook even gaan plaatsen tegen mijn kasteel aan. Ja, ik wil een paar van die dingen plaatsen. Echt niet veel. Echt een paar maar. Hier bijvoorbeeld eentje. En even kijken. Ik kan wel mooi even daar. Hoppakee. Nice. Misschien hier eentje. Ik denk dat dat ook wel kan. Gewoon even chill hierheen. Dat het naar beneden gaat. Net een beetje voor de poort. Dat is misschien nog wel cool. Dat hoeft ook niet helemaal bovenaan, joh. Anders wordt het zo'n lang ding, joh. Dat hoeft helemaal niet. Zo, ik heb er niet super veel meer over. Zo, hier nog even eentje. Hier eentje. En dan plaatsen we nog even hier zo mooi 2. Oh, hierboven. Nou, top. Dit is wel genoeg, denk ik. Ik denk dat het zo wel heel vet eruit komt te zien. Dat is nice. We hebben in ieder geval een lekkere update hier gehad. Verder nog iets. Nee, ik heb niet echt iets boeiends meer om te plaatsen. Ik wilde voor vandaag ook nog even gaan traden. Lijkt me wel even leuk om dat te doen met iemand van mijn team. Ik zie bijvoorbeeld dat er een knaap en een gozertje online zijn. Nou, ik denk wel dat die iets hebben. Ik kan wel even met hun traden. En ik wilde nog meer goud hebben. Zoals jullie zien, ik heb al debiel veel goud. Ik wil op zich best wel veel diamonds nog inruilen voor goud. En eventueel ook wat redstone blocks. Ik denk echt dat ik daar bijna niks voor kan krijgen, hoor. Maar wie weet kan ik er ook mee traden. Even kijken, hoor. Lapis, weet je wat? Ik kan ook wel een stekje hiervan meenemen. Misschien dat ze het wel interessant vinden met wie ik ook ga traden. Geen idee. En dat willen we voor goud natuurlijk. Oh ja, wacht. En natuurlijk de diamonds. Zo, even wat diamond blokjes. Oké, TP eerst even naar Wintox. Dat is ons knapie natuurlijk. Hé, knapie. Je bent echt een knapie, man. En ik heb dus goud nodig. Oké. Even koekeloeren. Wat vraag je voor een stek goud? Wacht, voor een stek... Dek goud vraagt hij 10 daar. Oh, absoluut. Absoluut. Oké, dat gaan we gelijk doen. Hoeveel stacks kan je kwijt? Ik ben al echt oprecht. Ik vind 10 diamonds echt dik prima. Dit is top hoor. Dit vind ik echt helemaal top dit. Ik heb er genoeg. Ik kan je er 2 stacks geven. Oké, wacht. Dan geef ik hem daar 20 voor terug. En alsjeblieft heb jij de 20 diamonds. Kijk, ik vraag nu ook even de gozer die we hebben of hij wil traden. Of heb je geen goud? Ik heb sowieso, ik wil al die goud. Ik wil al dat goud. Jongen. Ik wil al dat goud hebben. Wat is hij allemaal met mij nu, joh? Kijk, volg hem al gauw even. Hij wilde dat ik hem ging volgen. Dus ik ben benieuwd. Wat is hij nou aan het doen? Wat doe je? Kijk, gewoon ondertussen even naar die andere gozer toe. Want hij moest iets van coördinaten zoeken. Nou, yo, what's up, dude? Oké. Oh, hij gooit ze ook gelijk. Wacht. Wat wil je ervoor terug? Kijk, hij wil ook diamonds even terug. Ja, ik wil eigenlijk dit lozen, jongens. Wacht. Even kijken hoor. Oké, hij was ook wel geïnteresseerd in de lapis en de redstone. Dat vind ik op zich best wel chill. Want ja, eigenlijk doe je hier heel weinig mee. Maar het zijn toch wel aardig wat blocks. Het is wel echt heel veel verzamelwerk om dit te krijgen. Doe maar lapis en de diamonds. Even kijken hoor. Wacht, hoeveel diamonds? Hij heeft er 10 blokken. 10 blokken, oké. Nou, 10 blokken. Ik denk dat ik hiervoor misschien 4-5 blokken kan krijgen. Misschien 6 of zo. En dan even kijken. Oké, ik vraag aan hem 10 diamonds en 64 blokken lapis. Oké. Ik denk wel dat dat op zich een goede deal is. Hoppakee, 64 van die. En zo, hier nog even 10 van... Oh, wat doe ik nou? Zo, 10...
Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Oké, ik ga nu even naar die andere. Oh, hij heeft diamonds gevonden. Waarom hak je die niet? Hak gewoon. Yo, hij heeft gewoon. Hé, wat is dit? Oh ja, lapis. Ik ben nu een stekje kwijt. Dus dat is van mij. Dankjewel, vriend. Dankjewel. Ik kan dit niet. Oh, dit is van mij. Oh, ja, ja, ja. Dit is natuurlijk mijn gebied zeker. Ja, ja. Oh, wacht eens even. Hij heeft het ook dus bij mijn gebied wat gevonden. Oké, weet je wat? 1, 2. Pak maar. Ze zijn voor jou, vriend. Ze zijn voor jou. Pak ze, zou ik zeggen. Oh, nee, nee. Ik hoef ze niet. Ik hoef ze niet. Weet je wat? We kunnen de helft wat delen, ja? We delen het verschil. Ik heb ze gehakt. En jij... Even kijken hoor. Wat zei hij nou? Oh, hij heeft er 9 gekregen. Hij heeft er mij 5 gegeven ervan. Dus dan geef ik hem nog eentje terug. We delen het. Jij vond het. Ik mijnde het. Echt grappig, joh. Dit is mijn gebied hier wat hier achter zit. Dus hier kunnen ze niet hakken. Nou, top. Heb ik ook nog 4 diamonds erbij. Dus dat is helemaal mooi. Ik ga hier nog gauw even een blokje van maken. Heb ik in ieder geval nog 3 terug. En kijk eens even, jongens. Ik heb weer 10 golden blocks erbij. En natuurlijk nog 2 stacks. Dus daar kan ik denk ook nog wel wat blokjes van maken. Hoeveel komen hier eigenlijk uit? 17 nu al? Yo, ik heb nu al meer. Dude, het is insane. Wacht, ik denk oprecht dat die eerste deal 10 keer beter was dan die tweede deal. Maar ja, whatever. Ik heb in ieder geval 24 golden blocks erbij. En dat zijn iets van 26, 27 golden apples. En dat is gewoon helemaal top. Kijk, ik heb meer dan een stack te pakken. Kost me helaas wel wat diamonds en een stack hiervan. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Ik vind het helemaal prima. Dit was in ieder geval de video van vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog en abonneer dus even op mijn kanaal. Zou ik heel erg leuk vinden. Tot de volgende keer. Dikke doei en dikke later.